Chantal kwam er op haar zesde achter dat ze sikkelcelziekte heeft. Door de ziekte heeft ze 60% van haar hoorvermogen verloren en leeft ze elke dag met pijn. Pijnaanvallen, wanneer er dus een trigger is geweest. Maar ik heb sowieso chronische pijn. Op dit moment heb ik al maanden heel erg rugpijn. Waardoor zitten, liggen, staan, lopen, alles is op dit moment lastig eigenlijk. Evelyn's zesjarige zoontje is er zelfs bijna aan overleden. Wat er gebeurde is dat hij bloed ging afbreken. Dus dan had hij echt met spoed moest hij een transfusie ondergaan. Omdat het helemaal niet goed ging, nee. Rode bloedcellen zijn bij deze patiënten sikkelvormig in plaats van ovaal en kunnen daardoor minder zuurstof opnemen. Het lichaam wordt steeds kapot gemaakt door die sikkelcellen die gaan klonteren en zuurstof niet afgeeft. Dus die cellen zorgen gewoon dat er een de afsterving van bot, afsterving van de leven, al die organen. Op dit moment hebben zo'n 1500 mensen in Nederland de ziekte en jaarlijks komen daar zo'n 60 patiënten bij. Voornamelijk mensen van Afrikaanse of Surinaamse afkomst. En juist in die culturen heerst er ook onbegrip over de ziekte. In Suriname soms hebben ze de idee van dat het een slechte familie is. En de Ghanese ook. Hè, die hebben de idee van nou, dat is een slechte familie, dus daarom zijn ze ziek. Ik heb daarom ook zelf een kinderboek geschreven. Juist om het bespreekbaar te maken. Patiëntenorganisatie Oscar wil dat ouders en artsen de ziekte eerder kunnen herkennen, zodat patiënten de juiste hulp kunnen krijgen. Vanwege dat je ook afsterving van bepaalde organen krijgt. Dus dat moet je wel in de gaten houden. Mijn grootste wens is dat sikkelcelziekte net zo breed bekend is als, ik noem maar wat, astma of kanker. Iets waar iedereen over weet. Omdat je merkt dat voor ziektes die bekender zijn ook veel meer initiatieven worden genomen.